Hé, hey, maar god, zo hoeveel? Ja, veel. Zeg, zo hoeveel was het? Wat ben jij veel? Ja, ah, een paar miljoen. Zeker. Ja. Ja, hè? Ja. Oh. Yo. Is goed, vriend. Kom eraan. Ja. Hallo. Normaal rij ik in die grotere auto's. Maar deze is ook wel lekker, hè? Ja, dit is top, hè? Maar eerlijk, ben jij een BMW-man? Ja, ik ben een BMW-man. Ik kocht... Echt? Altijd geweest? Ja, ik kocht mijn... toen ik bij Ajax mijn contract kreeg, kocht ik gelijk een X5. Echt? Ja. Altijd BMW geweest? Ja, en dan had ik die Alpina vergen eronder. Oh, dik. Ja, die zijn mooi, hè? Die zijn mooi. Dankjewel, vriend. Zit je goed? Ik zit heerlijk, man. ik vind jou ook wel een Mercedes-man, moet ik zeggen. Mercedes? Ik heb ook een Mercedes. Ik kocht een zie BMW. Je dat helemaal? Ik kocht een BMW en een SL. 55 AMG toen. Nee. Allebei tegelijk. Echt? Ja. toen ging ik eerst bij Ajax kocht ik een... kan die erin? Ik kan je gleufje niet vinden. We gaan die meteen zo doen, hè? Hey, maar eerst kocht ik een X5. De 4. Nog wat? 4.4. Ja, 4.4. Knallen, ja. Mooie 8-cilinder. Ja. En toen ging ik naar Inter. Toen kocht ik een X5 ook. Zelfde. En een SL. Ja, AMG. Ik. En dan reed ik ochtends om 9 uur. Was lekker weer in Italië, kapje eraf. Ja, een stoeltje naar achter. Ik heb van Jay altijd geleerd dat... Mercedes is altijd zo'n armpie. Precies wat jij nou doet. Ja. Dat is dus eigenlijk echt officieel Mercedes-rijder. Oké. Okay. Dus, lekker man. Misschien moet ik overstappen. Hey, ik pas alleen niet echt, zie je dat? Nee, ik ook niet. Stoeljes naar beneden doen. Kijk, dan weet je wel hoe dat werkt. Ah ja. Ja, zo. Oh, je kan hier nog eens chillstand. Het is alleen niet... Kijk, voor deze... Voor vrouwen is het niet leuk. Als je vrouwen hier in de auto hebt, is het te klein, zeg maar. Die moet echt een Jeep hebben. Als je vrouwen in de auto hebt, dan heb je te weinig bewegingsruimte voor je. Ben je lekker bruin, man? Waar ben je heen geweest? Lekker, hè? Zonnebank? Ik kom net terug. Nee, joh. Wat is beter dan de zonnebank? Curaçao, maat. Ja, ik heb een huisje gekocht daar, man. Echt? Ja, in Willemstad gewoon. Mijn zoon gaat daar wonen. Oh, echt? Ja, over 3 maanden. Wat gaat hij doen daar? Draaien. Hij doet ook een beetje draaien. Ja, het doet een beetje draaien. Lekker, ja, hij wordt 18. Hij heeft helemaal gezien hier in Nederland. Ja, dat snap ik, ja. Met dat weer en alles. Waar moet ik nou heen? Waar wil je naartoe? Nou, dan maak ik een beetje rijden. Ja. Nee, maar ja. Lekker, man. Heb jij huis zo eens meegegaan? Nou ja, ik ben er ooit voor gaan kijken. Maar ik wil echt aan zee. Ja. Maar dat is echt een hel om te onderhouden. Dus ik heb vaste plekken daar, ja. Ja, dat is het. Dat, met dat zout en zo, hè? Ik hoorde en dat ook. Ik ben veel te perfectionistisch, hè? Ja, hè? Nu kom ik daar en dan is het niet helemaal van mij. Dus dan kan ik het zeg maar half loslaten als hij iets half loshangt. Ja, ik snap het. Maar anders kom ik daar en dan denk ik, die ga ik schilderen, die ga ik van. Ik ben iemand, ik ga mijn schroefdraaier alles zelf doen. Nee, ja. Dus het moet perfect zijn bij jou. Oh, van. Verschrikkelijk. Ja. Helemaal gek van me. Dus ik ben af en toe blij dat ik dingen zelf niet kan. Of niet hoef te doen. Dus net als ik daar kom, nou ben ik er 10 dagen geweest, doe ik een showtje. En dan opladen voor het seizoen. Ja. Oktober gaan we weer, december weer. En december ook daar, ja? Ik ga er ook heen, man, december. Ja? Ja, ik ga met kerst en gaan. Daar gaat niet goed komen, denk ik. Nee? Ben je daar ook dan? Ja. Oh, dan gaan we even afspreken. Gaan we even knallen, dan. Ja, gaan we even aanroeren. Ja, maar jij bent niet zo van het drank, hè? Of wel? Ik drink niet, nee. Nee, hè? Maar ik kan mijn gezelligheid wel prima bijhouden. Ja. Maar jij drinkt water, toch? Altijd? Ja. Altijd water. Ja, geen nog nooit alcohol gedronken. Goed, hè? Echt? Ja, man. Maar hoe kan dat dan als je DJ bent? Je komt zo in de verleiding met alles. Die vrouwen, drugs, drank, alles. En dan ben je sterk. Ben je mentaal sterk, man. Ja, ik denk dat het komt door... Ik ben heel jong begonnen. Ik was echt jong, 13, toen ik begon met gewoon draaien.
weet je wel, schoolfeestjes. Ja, en bij mij op de kamer deed ik dan de wekelijkse schuifeldisco. Ja. Dus dan kon je met alle meiden uit de wijk dansen. Ja, 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 ja. Alleen ik begon toen ik 15, 16 was in een club waar je 18 moest zijn om binnen te komen, begon ik al met draaien. Hm. Ja, en ik nam dat zo serieus en ik zag jullie allemaal met drank op en zo. En ik dacht, nou, volgens mij bevordert dat niet echt draaien, zeg maar. Hm. Dus ik heb dat toen niet gedaan. Sorry. En eigenlijk, die behoefte ook niet. Ik ben veel te controlfreak, man, om dat te doen. Ja, ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik ben wel genoeg momenten tegengekomen tijdens het draaien of tijdens het toeren. Of dat je denkt, ja, ik kan me wel voorstellen als je er gevoelig voor bent of als je er zin in hebt, dat je er nu, weet je wel, dat je een wodkaatje pakt of dat je wat dan ook. Ja. En dan kan ik me wel voorstellen dat als je dat eenmaal doet, dat je helemaal voor gaas gaat. Want, maat, het is wel... Het is gewoon topsport. Ja, man, zo. Maar ik heb natuurlijk genoeg collega's meegemaakt die dan zeiden, even een wodkaatje om gewoon even los te komen. Maar ja, als jij dan 4 shows op een dag doet en even een paar wodkaatjes en even, dan gaat het hard, hè? Ja, als je precies wat je zegt, 4 en dan daar even een drankje en daar blijven. Maar op een gegeven moment, als je bij de laatste, weet je niet meer hoe je moet draaien. Nee. Kijk maar naar Tino Martin. Ja. Tino, top. Hij is goed, hoor. Maar... Ja, hij is top. Ja, maar ja, dat krijg je dan. Ja, en dus, hier een drankje, daar een drankje. Misschien een beetje druk of je denkt, ja, even een drankje nodig om te ontspannen. Ja, nog eentje. Ja, dan, ik weet zelf dus niet hoe het is, maar ik weet wel genoeg met andere dingen hoe verslavend soms kan zijn om iets te hebben en het weer te willen opzoeken. Mm-hmm. Zo met wat? Met succes. Ja, hè? Oh, ben je dat, succes is zo verslavend. Mooi, hè? Oh. Ja, dat is geweldig. Als je voor zo'n grote... zaal of festival staat en mensen gaan helemaal uit hun plaat. Ja. Nou, dat is mooi, hè? Ja. Als jij vroeger, weet je wel, vroeger de eerste wedstrijd die je won en lekker speelde, dacht je, maar dan ga je van genieten, maar dan denk je wel, dat wil ik volgende week weer. Dus mensen eigen, is eigenlijk een lelijke eigenschap. Het haalt in mij wel iets goeds naar boven, maar ook wel iets lelijks. Ja. Maar gewoon de constante drive naar moet weer, moet beter, moet. Moet je daar niet moe van? Ja, dan word ik helemaal gek. Ja, man, als je het dan goed doet, want ik las ook iets over jou dat jij, zeg maar, als jij, zeg maar, 9 setjes moet draaien in het weekend, dat je elke keer een verschillende setje doet. Ja. Ja, hè? Ja. Dus je kan niet, zeg maar, niet één setje doen. Nou ja, voor mij, kijk, je hebt acts die doen, als jij een band boekt, ik noem maar iets, jij boekt Guus Meeuwis. Ja? Die heb je ook gezien, ik heb je dat ook gezien. Ja, was mooi. Jij bent gewoon overal waar ik ben wat gezelliger. Ja, zeker. Nee, maar daar heb je, kijk, Guus doet natuurlijk die plaat van hem. Dus dat is redelijk hetzelfde. Ja. Als hij dan 2 weken later bij een bedrijf staat, dan doet hij weer die plaat. Dat is een kracht. Ik zou helemaal gek van worden. Wat ik doe en altijd heb gedaan, is ik heb gedraaid. Ik draaide vroeger bruiloft, mensen die 50 jaar getrouwd waren, hockeyfeesten en ik noem maar iets, een bedrijfsfeest. Dat zijn 4 hele andere dingen. Ja. Je moet 4 keer, om in jouw termen te praten, je moet 4 keer heel anders spelen. Ja. Je kan niet tegen elke tegenstander precies hetzelfde doen. Dat werkt niet. Nee. Jullie passen je ook aan. Ja. Dus je moet, tegen die tegenstander gaan we hoog druk zetten, tegen die niet, tegen die meer op rechts, die zijn zwak. Je gaat de hele tijd inspelen. Ja. En ik heb gewoon een vibe gevonden met La Fuente, dat is gewoon super energiek, feel good, gas erop. Dus het is altijd dezelfde energie, maar wel als jij een bedrijfsfeest doet voor Philips voor 20.000 man, draai jij natuurlijk heel anders dan op de mainstage van Tomorrowland. Omdat leeftijdsverschil of zo? Leeftijdsverschil, dus andere platen, daar draai je wat commerciëler, wat herkenbaarder. Vrienden van Amstel deden wij januari. Ja, daar is gewoon knal herkenbaar, gas erop, vlammen. En Tomorrowland is ook weer wat meer nieuwe platen laten horen. De mensen denken, zo, die ken ik nog niet. Ja. Als je bij Vrienden van Amstel alleen maar nieuwe dingen doet, denken die mensen met zijn bier, ja, lul, daar kijk niet mee. Nee, dat vinden ze niet. Dus, nee, dat is heel anders. En op Tomorrowland, als je allemaal commerciële dingen doet, denken ze, ja, lul, deze ken ik al. Dus en dat maakt voor mij de shows wat wij doen ook zo dik. Wij doen al 300 per jaar, maar elke show is anders. Elke week heb ik 50 nieuwe platen bij, nieuwe edits bij, waardoor ik constant kan verrassen, maar ook mezelf. En daardoor blijft het leuk. Meen je? Dus je hebt elke keer zorg je ervoor dat je nieuwe platen hebt? Elke week. Dus je bent elke veel week. In studio? Ja, elke week. Ook voor mijn team. Ik vind het leuk, wij toeren met dezelfde mensen. Yeah. Dus ik vind het ook altijd dik, want dan weet ik, oké, bijvoorbeeld Xenia, Snoespoes, heb je denk ik wel eens op mijn social gezien, die kleine. Dat is echt mijn, dat is gewoon mijn schaduw, dat is gewoon top.
Maar ik weet al, oh, ik ga deze plaat dadelijk, die pomp ik erin. En dan weet ik al, die kent zij nog niet. En dan staat zij bijvoorbeeld, weet je al, ergens te fotograferen. En dan zie ik haar zo. Ja. Weet je, en dan weet ik gewoon, dus het is ook gewoon om iedereen leuk en scherp te houden. Ik heb heel veel mensen die komen naar heel veel shows. Ja. Dus die staan er op zaterdag en die staan er 2 weken daarna weer. Ja, die moeten niet hetzelfde horen. Nee. Dus je moet gewoon blijven vernieuwen. Ja, maar niet iedereen denkt zo. Heel veel DJ's denken, oh, laat maar. Weet je wel, ik ga ja, lekker... Ik heb mijn set en die werkt. Ja. En, ja, maar voor mij is het niet... Kijk, ik kom niet, bij mij is het niet, La Fuente komt doen wat hij denkt wat tof is. Nee, ik kom doen wat ik denk dat hun willen horen. Yes. En wel vanuit mijn energie en de sound die we hebben. Maar dat is wat het voor mij zo dik maakt. En dat is ook wat ik vroeger geleerd heb. Wij draaiden vroeger, als het Nederlands elftal speelde en het werd uitgezonden op de markt voor 40.000 man, dan draaide ik daar. Ja. Alleen iedereen gaat er altijd vanuit dat ze winnen. Maar als het Nederlands elftal dan een keer verliest of wat dan ook, moet je heel anders draaien, anders slaat de vlam in de pan. Dus je leert, ik heb echt geleerd in te spelen op publiek en te lezen hoe de zaal werkt. Je bent ook van, ik vind ook, je bent verantwoordelijk voor sfeer. Dus al, soms kom ik ergens en die in een tent heen en dan voel je gewoon die testosteron en alles klapt uit elkaar. Maar dan weet je gewoon, oké, het doel is dat dit een topavond wordt. Ja. Als ik hier nu ga gassen, 10 platen, dan gaan er in ieder geval 100 man met elkaar op de vuist. Ja. Dus dan ga ik ook, dan kan ik wel zeggen, nou, maar ik vind die plaat dik. Maar dan ga ik kijken, oké, wat willen jullie horen, wat jullie, hoe dronken zijn jullie, waar zijn de vrouwen, vinden jullie het leuk? En dan ga ik die sfeer, zeg maar, bouwen. En dan ga ik beginnen. Maar dus allemaal observeren ook. Je bent de hele tijd aan het observeren. De hele tijd. Van, eigenlijk ben je gewoon chef sfeer weer. Oh. Dat ben je eigenlijk aan het doen. Dus je eigenlijk ben je aan het draaien. Echt puur ook voor de mensen. Maar gewoon dat ook rekening houden met dat het gewoon leuk blijft. Ja, constant. Jezus, man. Dus jouw hersenen gaan constant. Ja. Dus ben je niet moe eind van de avond? Nee, op zo'n podium. En dit is niks bestaat meer. Dat is zo wazig. Je stapt dat podium op. En niks bestaat meer. Honger. Moe, ja. Weet ik veel, chagrijn, alles is weg. Ja. En je bent helemaal in die vibe. Je weet gewoon, oké, nou moet ik 1,5 uur of 1 uur vol aan. Het gaat om hun, het gaat om de vibe, dus we gaan knallen. En dan connect ik en dan ga ik communiceren met muziek. Dus ik ga denken, oh, ik ga jou pakken, man. Soms staat er wel iemand zo in de zaal, weet je wel. Die vindt die act voor jou of die vindt, weet ik van wat, vindt hij helemaal kut. Dus die staat zo helemaal stondchagrijnig. Dan denk ik, oké, maat, jou heb ik binnen 3 platen aan dansen. Daar ga ik dan dat doen, is hè? Jouw doel dan? Ja, maat, jou pakken. En dan ga ik mensen ook aankijken. Dus dan ga ik ook zo, weet je wel, bijvoorbeeld naar hem. Zo van, hey, dik hebben. En dan draai ik een plaat. En dan op een gegeven moment zie ik plaat 2, zie ik hem al zo. En dan denk ik, ja, daar ga je al. En dan lok ik in en dan draai ik een plaat waarvan ik weet, die ga jij meezingen. Zingt hij mee en dan laat ik hem weten van maat, ik zie jou top en dan heb ik hem. Oh, en dan weet je, anders stap je na een uur het podium af en dan weet je van ja, dit was weer maximaal. Dus ja, het is wat jij zegt, constant inschatten, inspelen op spelen. Op de dag en niet dat ik zou zeggen, dit is mijn set en dat doe ik 10 keer in een weekend. Boah, zou je stoppen? Ik zou dat niet kunnen. Je moet het leuk houden. Ja, en daarom is het. En niet, het is voor mij heel makkelijk om te zeggen, we gaan in fee iets omhoog, doe ik iets minder shows, verdien ik op het einde van het jaar hetzelfde. Ja. En dan, maar het gaat mij om het draaien, ik wil op het podium staan. Ja. Ik vind het leuk bij jou in de auto, maar ik sta liever op het podium. Ja, dat zei je ook. Je staat ook liever voor meerdere mensen. Ja. Dat heb je altijd ook met die hockey. Dat jij de baas, niet de baas, maar ja, zeg maar dat ze naar je luisteren, dat vind je mooi. Want net zoals in de Pathé heb je toen die 3 avonden gedaan, toch? Ja. Ja. Ook dat, en dan vertel je ook over je leven en zo, hoe dat gaan is allemaal. Ja, het is gewoon, het is, kijk, mensen zien La Fuente, ja. Er zit natuurlijk een persoon achter, dat is Job, dat ben ik. Ja. Dus het voordeel voor mij is dat het allebei hetzelfde is. Dus Job is 100% dezelfde vibe als La Fuente, daardoor is het makkelijk. Ja. Maar La Fuente is ook een merk. Ik heb 25 mensen aan mijn merk werken. En dan weten heel weinig mensen, denken, oh chill man, moet je plaatjes draaien in het weekend en door de week is lekker een beetje. Maar het is zo hard werken met z'n allen. En bij La Fuente Talks heb ik eigenlijk, social is natuurlijk dik, daar laat je allemaal dikke dingen op zien. Maar het verhaal achter het succes, ik zeg net tegen jou, ik was 13 toen ik echt begon met draaien. Ik ben nu 21.
Dus daar zit wat jaartjes in. 21, 40 mee geworden. Stil! Nee! Oh man. Jammer, hè? Dat getal, hè? Ja, ik word 45. Oh ja, dat is toch niet normaal. Ja, ik zag dat getal, ik schrok er gewoon van. Dat gaat zo snel. Ja, dat heb je niet door, hè? Dat het zo snel gaat. Oh. Vroeger dacht ik, ach, maar als je 40 bent, ben je echt een oude lul, man. Ja, dat ben je ook. Ik ben al 45. En maat, ik kreun gewoon als ik opsta tegenwoordig. Hè? Kijk naar deze. Oh. En dan denk je echt, Job, kom op, man. Ja. Als ik dadelijk uit de auto stap, ik weet zeker dat je zo... Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk, man. Hey, wat is die app die je hebt? Wat is het voor een app? Oeh, jij gaat diep terug, maat. Ja, heb je die niet meer? Ja, die hebben we wel, maar daar is wel een heel mooi verhaal. Die heb ik eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld, misschien. Maar dit wordt nergens uitgezonden, toch? Nee. We gaan opnemen, nu leg je het in de kast en dan vind ik het wel goed. Ja, dit is wel een mooi verhaal, moet ik zeggen. Okay. Het is een mooi verhaal en misschien een heel dom verhaal, maar dat weet je nooit. Kijk, ik deed vroeger, ik zal een beetje snel doorheen skippen, gaf ik elke dag een punt. Ik heb heel hoog gehockeyd, dus ik heb... Keepte selectieteams, dat soort dingen. Keeper jij, hè? Ja. Oh. Ja, ik kon helemaal niet hockeyen. Dus zo'n heel pak, zo'n dik pak aan. Helemaal zo'n heel pak, en daar moet je een beetje gek voor zijn. Dat ben ik. Ja, dat ben jij. Je moet niet bang zijn, dat ben ik ook niet. En je moet niet kunnen hockeyen, dat kon ik ook niet. Dus ik had op een gegeven moment door, hey, ik speelde eigenlijk nooit. Ik ben zo gek als een deur. Ik kon heel hard slaan altijd. Dus dan sloeg ik op de goal in de training. Yeah. Want dan mocht ik wel gewoon meedoen. In de wedstrijden niet, maar... Maar dan sloeg ik zo hard dat op een gegeven moment die keeper gewoon een beetje begon te huilen. Van ja, Joop, je slaat zo hard. En toen zei ik een keer van jongen, jank niet zo, maat. Welke keeper? De keeper, andere keeper? Ja, de keeper van ons team toen. Dus ik was speler. Oh, je was toen? Oké. En dan sloeg ik op goal, jongen, zo hard. En mijn doel was altijd vol in zijn noten. Dus gewoon een beetje als snijeren, zo tje. En dan op een gegeven moment zei hij, Joop. Toen zei ik, ah, janker. Toen zei hij, ja, doe jij dan een keer dat pak aan? Ja. Toen zei ik, ja, is goed, maat. Toen deed ik dat pak aan. Ah, ik vond het helemaal geweldig. Yes. Iedereen sloeg die bal op mij, ik kon duiken, ik kon helemaal... ik vond het helemaal dik. En toen had ik door, wacht even, als jij eerste keeper bent, speel jij gewoon altijd, hè, maat? Ja, dat wel. Want wij hadden geen tweede keeper toen, hè. Dat was gewoon elke wedstrijd, Job in de goal. Ik dacht, hey, nou, dat ging heel goed. Daar ben ik heel ver mee gekomen. Maar ik was wel altijd heel bewust. Bij mij moet als ik iets doe, en die moet goed zijn, moet vet zijn, moet het beste van de beste zijn. Dus ook in keeper, ik wilde meteen in het rayon, meteen een selectieteam, Jong Oranje. Weet je wel, dat moest allemaal meteen. Nou, gelukt, allemaal vet. Maar ook met draaien, maar ik deed ook nog school erbij. Dus ik deed elke dag een cijfer geven. Dus gewoon op het einde van de dag dacht ik, nou, wat was het vandaag? Een 7 of een 8 of een 9 of een 4? Als je iets een punt geeft, wordt het heel concreet. Dus ik nu aan jou vraag, hoe gaat het? Zeg je waarschijnlijk, ja, goed, gaat lekker. Ja. Ik heb geen idee hoe... Als ik tegen jou zeg, hoe gaat het nou met jou? Welk punt? Ja. Welk punt zou jij vandaag geven? Ja. Geef maar. Vandaag, zeventje. Zeventje. Ja. Maar dat is heel concreet. Maar nu kunnen wij lullen. Ja. Want nu kan ik zeggen, zeventje, oké, top. Dus we gaan denken, wat is die 3 dan? Vertel. En dan ga je lullen. Dan ga je zeggen, ja, weet je, dit is allemaal goed, maar dit... Dus het gaf mij heel veel, sturing in dat ik wist, oké, vandaag was een 4, waarom? Training ging kut. Dit ging kut, dus dat vind ik belangrijk. Job, harder trainen, blablabla. Ja, en dan had ik een doel. Nou, op een gegeven moment ging ik dat aan waardes hangen. Blablabla, een 7 verhaal, maar goed. Op een gegeven moment ging ik kijken welke 3 dingen vind ik belangrijk. Liefhebben, focus en energie. Die 3 dingen vind ik belangrijk, die 3 dingen ga ik doen. Dus op een gegeven moment ging ik die 3 dingen cijfers geven. Ja. Was het gemiddelde, was het punt van de dag. Dat deed ik altijd op een notitieblokje naast mijn bed. Ik heb een goede vriend, Arjan. Die maakt al mijn websites en zo. Op een gegeven moment zei ik tegen Arjan, kan jij niet even een appje voor mij maken dat ik het op mijn telefoon kan doen met toeren? Weet je wel, dat als ik weg ben, dat ik daar gewoon digitaal heb. Nou, dat is uiteindelijk helemaal uit de hand gelopen, want het was dik. Uiteindelijk met sporters gesproken, bijvoorbeeld Rainomi, zwemster, over die app. En die vond het vet en die gebruikte het naar de Olympische Spelen. Nou, uiteindelijk hebben we heel die app ontwikkeld. In die app kon jij je waardes kiezen, je cijfers bijhouden en die cijfers delen met je intimie. Ja. Dus als ik op tour was, kon mama zien, hey, Job scoort een 9. Ja, deed ik waarom? Ratata gaat door het plafond. Nou, dan ging ze mij bellen. Of Job scoort een 3, hoezo? Ja, die show en dit ging niet goed. Of... Nou, was top. Bij RTL Late Night geweest, ding ging door het plafond. En dan kom je op een punt, dan zijn er mensen geïnteresseerd. Dan ga je met mensen praten. Ja. En dan gaat het over geld. Ja. Dan gaat het over heel veel geld. Ja. En toen zaten we met een partij... om tafel, begint met een F en het eindigt op Acebook.
En die hadden interesse in het idee en in de app en nou, wij een soort investeringsronde. Ja. Ik dacht, en dat ging om veel geld. Hè. Dus gewoon, wij willen die app hebben. Ik dacht, wow, yo. Alleen, die app is voor mij iets, is een gedachtegoed van vroeger. Ja. Facebook dacht, hey, dat is chill, die data. Dan weten wij bij Andy, hey, Andy scoort vandaag een 7. En die vindt dit leuk. Ja. En die wil graag naar Curaçao. Dus wij gaan Andy nu, in dit moment, pakken. Juist. En gaan we dat sturen. En daarvan zei ik op een gegeven moment, nee. Die data die we verzamelen, die gaan jullie niet commercieel inzetten. Dat is niet de bedoeling van de app. Hm. Ja, nee, maar nee, dat komt goed. We betalen wel gewoon. En dan, en toen dacht ik al, ai. En toen zei ik, weet je wat we doen? We doen het. Maar ik blijf wel verantwoordelijk voor de app, samen met Arjan. Ja. Dus jullie nemen het over, net als die man van WhatsApp heeft gedaan. Die van WhatsApp zei eigenlijk, je kan het kopen, maar ik blijf de directeur. Dus ik blijf het gedachtegoed. Ja, dat wilden zij niet. Dus toen wist ik, oké, zij willen er gewoon iets heel anders mee. Die data en toen hadden ze heel veel betalen voor. Heel veel. En toen heb ik met mijn slimme of domme kop, dat mogen jullie bepalen, gezegd, nee, dan doe ik het niet. Ook omdat ik dacht, die komen wel terug. Ja. Weet je, je zegt van, nee, dat doe ik niet. Ja. En toen zei ze, nou, oké. Toen kwamen ze nog één keer terug. Zei ze, nou, final offer, eenmaal andermaal. Toen zei ik, nee, als ik er niet meer in zit, dus als ik die app hiermee aan jullie verkoop, dan doe ik het niet. Ja. En toen hoorde ik niks meer. En toen dacht ik, hallo. En dat ging om veel geld. Hè. Oh, man. Maar toen dacht ik, nou dan, het feit dat hun bellen, is een goed teken. Dus dan is het een goed idee. Ja. Dus toen zijn wij zelf gaan kijken, hebben we met een paar investeerders gepraat. Van oké, wat. En toen in één keer was mijn app weg. Maat, ik ging zo op mijn telefoon zo inloggen. Weg. Ik dacht, hè? Kijken. Dat functioneerde helemaal niet meer. Meen je? Alles was weg. Correct. Ik dacht, hè? Ik Arjan bellen. Ja, zegt Arjan, ja, ik weet het al. Die app bouwen, dat bouw je op een soort bouwstenen. Je kan het helemaal zelf schrijven, die codes. Mm-hmm. Maar je kan ook op een soort platform zitten waar je bepaalde codes gebruikt die al geschreven zijn. Dus ja, bepaalde bouwstenen. Ja. Dat platform waarmee wij die app hadden gebouwd, dat was van... Nee. Ja, man. Echt? Dus die hebben gewoon gezegd, oké. Klootzakken. Oké, jullie niet. Hartstikke idee. En dat hield dus in dat wij het eigenlijk helemaal opnieuw moesten bouwen. Opnieuw moesten hosten, opnieuw moesten... En dat kostte gewoon weer een bak met geld. En de carrière ging door het plafond. En toen zei ik, nee man, deze energie van die mensen. Zo. Ja. Dus toen heb ik wel ervoor gezorgd dat het dichtgetimmerd is. Dus ze er niks mee konden doen. Met die data en zo, oh, doe je toch? Maat. Ja? Hey, maar god, hoeveel? Ja, veel. Echt, hoeveel was het? Wat vind jij veel? Ja, ah, een paar miljoen. Zeker? Ja. Ja, hè? Ja. Oh. Ja, nee, dan hebben we die data. Die data die we al geven. Data en eigenwijs. Ja. Ja, je bent gewoon dan te eigenwijs. Ja. Je denkt, weet je, jij zit zo dik in die materie en zo dik in dat ding, dat je denkt, nee, dit is... En dan komt zo'n man met zo'n bedrag en dan denk je, dik man. Ja, ja. Wij hadden ook al veel gebruikers, wij groeiden heel hard. Maar ik dacht, nee, het moet op mijn manier, het moet op mijn... Ja, en dan nee zeggen, dan weet je al, dan meet your match. Op een gegeven moment heb je iemand gevonden die nog veel... Zo'n partij die denkt, ja, maar prima. Dan, ik pis op jou en dan flikker ik die app van jou weg. Ja. En dan... helemaal kut. Maar daar heb je van geleerd? Maar het zit hier, zeg maar, in mijn achterhoofd wel nog steeds. Want de app is nog steeds relevant, het is nog steeds... En nu ben ik zelf ook als profiel natuurlijk en in het netwerk waar we zitten veel verder. Dus ik denk wel, als ik nu zou zeggen, oké, we gaan het volgend jaar weer eens aanslingeren. Ja. Dan heb je denk ik wel verder staan dan toen. Ja. Okay. Ja, het zijn van die dingen dat je denkt, oké, heb ik dit goed gedaan of niet? Ja, dat weet je niet. Als je het wel had gedaan, had je nu een zak met geld gehad. Maar voor hetzelfde geld was je app... Kijk, ik heb die app toen ook bij Umberto en zo verteld. Uh-huh. Yeah. Vanuit een mooi verhaal. Weet je wel, dik en mooi en persoonlijk. Als zij het dan kopen en ze maken er een of andere commerciële data hoerenput van, dan gaan mensen ook zeggen, ja, La Fuente, lul. Ja, ik krijg een slechte naam. Van jou, dus ja. Misschien krijg je een slechte naam dan, ja. Maar ja, is die slechte naam dat waard? Dat weet ik niet. Oh, maat. Oh. Maar jij bent toch steeds goed, man? Ja, tuurlijk. Godsamme. Tuurlijk, gaat lekker. Maar even een andere vraag. Hoe lang ben je bezig met dit? Doe je dat elke avond af als je gaat slapen? Ja, elke avond af. Wat dacht jij van een vliegveld? Soms kom je op een vliegveld en dan zijn we aan het toeren, dus dan heb ik het om. En dan zie je die mensen van die security, die zie je al kijken van... Oh. Nee. En dan begin ik, hè, zo.
1, 2. Ja, maat, daar sta ik gewoon 5 minuten. Plus, dan gaat hij in die bak. Dan is daar helemaal zwart op het scherm. Daar gaan ze allemaal swipen en allemaal, want ze vertrouwen er nooit niks van. Nee, nee. Hey, auto's zijn top, hè? Ben je helemaal gek van auto's? Auto's zijn top. Heb je een Ferrari gezien wat we aan het doen zijn? Ja, je bent er maar iets aan het verbouwen, iets, helemaal zo. Wat, even een foto, laat zien. Kijk, het is zo'n bodemloze put zo. Ja. Eigenlijk zo'n put en alles wat ik heb, flikker ik daarin. Nee, het is echt ongelooflijk. Ik heb natuurlijk die, vanuit vroeger en die twee dingen. Muziek en auto's. Ja, ja, ja. Altijd. Met van die kleine autootjes op zo'n mat. Die weet je wel, die mat ken je nog wel. Ja, zo'n kleed waar je op kan liggen. Die rolde je ook wel. Ja, ja. En dan lag ik zo. Heel de dag te spelen. En dan muziek opnemen op cassettebandjes van de radio. Ja, dat deed ik. Dat doe ik nog steeds. Ja. Mijn auto's zijn iets groter, de shows zijn iets dikker. Alleen ik had natuurlijk. Toen ik 13 was en met opa. Autoliefde heb ik een beetje van papa en opa. Ja. En ik ging vroeger overal blaadjes halen, gewoon van de auto. Van de automagazine en zo. Ja, van een Nissan, van een Alfa, van een Jack. Het maakte mij niet uit. Als het vier wielen had, ging ik het halen. Ging ik thuis helemaal uit mijn hoofd leren. En toen nam opa mij mee, toen ik 13 was, naar Ferrari. Ja. Ferrari zat toen nog in Eindhoven. Hé, hey, ik kwam daar binnen, maat. Ik doe die deur open, zo'n zwarte glinstervloer. Allemaal rode auto's, lampen erop, het rookt daar lekker. Oh. Allemaal mannen in pak. Daar hing iets, ik kwam naar binnen. Ik zei, dat wil ik. Ja. Ik zei, waar is dit, maat? Ja. Ik kom uit een hele ondernemende familie, dus niet lullen maar poetsen. Ja. Als je iets zegt, alles kan, maar wel gaan. Dus ik zei tegen opa, zo, dat wil ik, man. En opa zei gewoon, oké, dan spreken we af dan. Ja. Let's go. Ja, ja. Dat lukt jou, let's go. Toen zei ik, ja, oké. Toen heb ik met opa afgesproken, als ik 30 ben, koop ik een Ferrari. Ik zei, opa, gaan we voor. Nou, daar heb ik mijn opa afgesproken. Nou, dan werd ik natuurlijk 14, 15, 16, kreeg ik elke keer, weet je wel, 10 euro of zo van opa, hier voor je Ferrari. En dan zei opa ook als ik 25 was, van, dan zei hij van, Job, hoe ver ben je? Dan zei ik, ja, ik ben ook bezig. Maar, maat, ik werd 30. Waar ging ik halen? Rooie Ferrari. Echt? Ja? Mooi, man. Dat is toch dik, dat is kracht, dat is kracht. Dat is mooi. Zo. Ja, joh. Mentaal sterk zijn. Nee, ik kwam toen, je moet je voorstellen. 30 jaar, Ferrari. Je leeft daar zo lang naartoe, hè. Je moet je voorstellen, je leeft daar zo lang naartoe. Dan denk je vandaag, er komt dus een dag dat je naar een dealer gaat om een Ferrari te bestellen. Ja. Ja. Die dag is gewoon, hey maat. Dus ik rijd daar naartoe, ik ga geen namen noemen. Ik rijd daar naartoe, ik kom daar binnen. Ik was helemaal excited, hè. Ik dacht, wow, ik kom me oriënteren voor een Ferrari, hoe fucking dik is dit. 17 jaar ziel en zaligheid, heel veel dingen voor opgegeven ook. En wat wij doen is leuk, jij ook met voetbal, was vet. Maar het heeft je ook heel veel dingen gekost. Je hebt ook dingen niet kunnen doen. Ja. Dus het is ook, we klagen niet, het is niks komt voor niks. Nee, natuurlijk. Dus je wist gewoon, vandaag is mijn dag, kroon op mijn werk, dik. Kwam ik binnen, doet die man, ik kom natuurlijk zo binnen, doet die man, die doet deze op mij zo. Dus ik zeg, hey, hij zegt, kan ik jou helpen? Hey, dus ik zeg, ja, zeker kan je me helpen. Ik zeg, maat, ik kom me oriënteren voor een Ferrari. Zeg, maar ik wil even advies van jou. Het dubio is, koop ik een nieuwe 458, zeg maar een nieuwe type, meteen. Dus ga ik, of is het beter als ik bijvoorbeeld eerst als eerste Ferrari een 430 zou kopen, die gebruikt is, zodat je een beetje kan ervaren, dik, en dat je bijvoorbeeld na een paar jaar een nieuwe koopt. Yeah, yeah. Daar zat ik heel tijd mee, van ga ik meteen een nieuwe of is het dikker om? Dat is een hele logische vraag, toch? Ja, nou, weet je, ik zat al net over na te denken. Kijk, jij denkt echt overal over na. Overal. Ik zat net te denken, toen jij dit vertelde, maar ik ben helemaal niet zo. Weet je, ik ging gewoon, ik ging naar die zaak en ik zeg, die wil ik hebben. Ik ging dit of dat? Ja. Nee. Maar die man die zegt dus tegen mij, hey, ik kom geen broodje Unox bestellen. Nee. Dus en hij zegt, ja, weet je wat het is? Als je het kan betalen, zou ik een nieuwe kopen. En als je het niet kan betalen, zou ik die 430 doen. Maar kijk rust even rond. En toen dacht ik, maat. Oh god. What the fuck doe jij? Ja. Yeah. Oh, ik weet dat ik toen. En toen zei ik ook, hé maat, bedankt hè. Dus toen ben ik weggegaan. Oh, meen je? Ja. Je hebt niet daar gekocht. Nee, ik ben weggegaan. Top. Dat is top. Ben ik naar huis gereden. En toen reed ik zeg maar richting Eindhoven. En dan heb je Van de Akker, langs de A2, ja, ken je wel. Ja. Dus ik belde Raoul op. Ik zeg, Raoul, ik ben aan het kijken.
Ik zeg, man, een kut vooral net, hier, dit, dat. Ik zeg, heb jij niet toevallig iets staan? Ik wil gewoon rijden. Ik wil rijden in een 430 en rijden in een 458. En dan gewoon kunnen beslissen wat ik wil doen. Ja. Hij zegt, Job, ik zet ze nou allebei buiten. Kom lekker langs, maat. Ze staan dadelijk. Ga maar lekker rondje rijden. Dus ik reed terug. Up, van naar Eindhoven. Ik kom bij Van der Akker. Even lullen met die mensen. Hij zegt, Job, ik kan zeggen wat ik wil, maar je moet gewoon gaan rijden. Hier, ja. Sleutels, ja, ja. Rijden. Wat ik een verschil, rijden, hè? Ja, ik rijden. Superleuk met hun. En leuk gesprek in de auto, maar ik reed in die 430. Nou, vet. Ja. Vette beleving, flipperen. Ja. Als je schakelt, klapperen, je kiezen nog uit je. Ja. Weet je wel, je F430, klappert, hè? En het, oh, maat, ja, was super dik. Daarna stap ik in die 458. Ik rijd daar weg. En ik voelde gewoon, ja, na 10 seconden wist ik al, dit is mijn auto. Ja. Dit is mijn ding. Ik ging rijden, ik was helemaal jongen. Ik kwam terug, ik zei, ja, ik moet in 458. Fucking dik. Ik zeg maar, mijn eerste Ferrari moet rood. Moet zwart met rode bekleding. Helemaal zoals Ferrari hem bedacht heeft. Ja, moet helemaal zo zijn zoals die op de brochure staat. Niks anders. Kunnen jullie die zoeken? Ja, die gaan wij zoeken. Dus toen uiteindelijk Twan en Rol die auto gezocht. Op een moment belde die in de zomertour. Van Job, ik heb er een gevonden, rood, precies zoals je hem wil. En ik zo, kom nou kijken. Wij kijken, ik in die auto, 10 meter gereden. Ik zeg, maat, ik zeg, deze is gewoon fucking verkocht. Ja. Ik koop hier gewoon een rode Ferrari. Niet normaal, hè? Maar nou komt het mooiste. Bij een Ferrari van die leeftijd zit 7 jaar Ferrari onderhoud. Dus jij mag die Ferrari niet ergens anders servicen. Mm-hmm. Dus hij moest afgeleverd worden bij een Ferrari dealer. Nee. Waar laat ik hem afleveren? Nee. Ja, zeker wel. Ik zeg, maat, die gaat maar naar één plek en dat is die plek. Oh. Dus die Ferrari die gaat daar naartoe. Dus je moet je voorstellen, bij hun komt een nieuwe Ferrari, ja, die wij wacht. En hun denken natuurlijk, hè? Ja. Ja, die gozer is helemaal gek geworden. Die heeft Van der Akker verkocht. Oh. Ik zei, en ik ga hem godverdomme ook daar ophalen. Ja, heb je goed gedaan, dus man. Dus ik kom naar binnen, ik zie die man. Ja. Ik zie die man, dus ik loop naar die man. Ik zeg, hi. Ik zeg, is mijn Ferrari klaar toevallig? Je ziet die man zo van, hé, hey, ik ken jou, hè? En toen zegt hij, heb je die bij ons gekocht? Ik zeg, nee, gelukkig niet. Dus hij zegt, hè, wat dan? Ik zeg, maat, weet jij jouw opmerking nog? Hij zo, oh ja, jij was hier een paar maanden geleden, toch? Ik zeg, ja, ik kom nou met een nieuwe 458. Oh, wat mooi, wat mooi. Fucking dik, maat. Mooi, en daar ga je dan weg en dan denk je, oh, of niet? Ja, of maar, niet? Maar daar is een lesje voor hem, ja, ook niet. Omdat mensen, hij veroordeelt mensen als ze binnenkomen. Dat kan, ja, toch niet? Je komt voor zoiets, maat. Ik heb daar 17 jaar naartoe gewerkt. Ja. Dat moment, ja, ik ging helemaal kijken, ik was helemaal trots. Maar ja... En die Ferrari die zijn we nu na 10 jaar. Dus ik ben nu, zoals je zei, 21. Ja. Dus die auto is 10 jaar oud. Ja. En ik had natuurlijk de GT Street RS, ik had die GT Street R, Panamera, alles is altijd aangepakt. Ja. En die Ferrari nooit. Omdat ik dacht, ja, Ferrari is heilig, daar blijf je vanaf. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, misschien juist iets wat heilig is, verdient het juist om dik te zijn. Ja. En toen dacht ik, ja, man, dat interieur ook. Ik rijd erin in die Ferrari 10 jaar lang, kapje open, dus je weet wel, dat leer gaat dan een beetje, dat kraakt een beetje. Ja, dat kan ik niet tegen. Dus het begon met, ik ga het interieur opnieuw laten doen. Toen dacht ik, dan ga ik hem misschien een keer opnieuw laten spuiten. Ja, en toen ging het helemaal mis. En nu zijn we hem gewoon, hij is 14 centimeter breder. Och. Ik ben er met Spijker Enthusiast, met Jasper. En dan met Forza, dus een Ferrari specialist aan het maken. Oh, dikke. Niks aan deze auto is origineel. Niet normaal. Dus ook al het plaatwerk, alles is gewoon geklopt, aluminium, al het carbon, zelf, tot in de kleinste details. Dus ja, vet man. Dus je hebt gewoon exclusief echt een Ferrari. Dit die is niemand echt, heeft. Echt een one-off. Oh. Maar alles hierin, en nou kom je gewoon bij een punt van mij, ik ben dus veel te perfectionistisch en Jasper ook. Alles hierin kan je dus kiezen. Dus oké, Job, wat doen we met de knopjes? Ja. Ja, ik zeg, ja, ik wil nieuwe knopjes. Ja, maar wil je die knopjes dan zus of zo? Of wil je die feel of die? Of wil je... Ik heb zelfs het veertje wat achter je drukknopje zit vernieuwd. Nee, dus, dat ben je echt gek. Je bent zo druk en dan ook nog een veertje druk maken van... Oh, die moet veranderen, dit moet sowieso. Helemaal. Och, helemaal. Oh, heel die auto, heel het interieur, alles. Mooi, hè? Ja, je hebt mooi, het bij
wat het een beetje volgt is natuurlijk jouw collega account Day One. Dat je het laten zien. Ja, dat doe jij toch ook met JJ. Ik zag hem gisteren nog, man. Oh, bij, leuk. Padellen voor Snapchat. Ja. Dat doet hij ook goed, hè? Heeft hij verloren of niet? Ik heb hem niet gezien. Hij was helemaal achter zijn veld. Hij kan niet tegen zijn verlies, nee. Man. Zo. Een mooie ik heb hem man. Één keer zien padellen. Nou, die padelbaan was te klein. Doe jij ook nog een beetje sporten? Nee, heb je gekregen? Jawel. Ja, wat squashje. Oh, dat is zwaar. Met papa. Oh, ja. Padellen met vrienden. Maar ik vind padellen niet... Dat vind ik niet dezelfde intensiteit als squash. Dus ik heb geen voldoening. Het is heel gezellig. Ja. Maar wij gaan padellen. Hebben we een fucking gezellige middag. Maar ik word er niet moe van. Nee. Dus, nou, als je het goed doet, dan word ik niet moe van. Nee. En ik wandel heel veel. Wandelen? Lopen, omdat dan kan ik pellen, dan kan ik werken, dan kan ik... Dus maar... ik heb soms een week loop ik, dus wandelen, ja? 210 kilometer in de week. Nee. Nou, 30 kilometer maar, per dag. Maar gewoon door de buurt heen? Ja, ga ik gewoon lopen of dan... Ik ben nou bijvoorbeeld, binnenkort ga ik naar Forza weer, dat zit dan in Os. Ja. Nou, daar loop ik naartoe, is 42 kilometer. Nee. Ja. En dan trek ik gewoon 's nachts. Dus 's avonds, 2 uur 's nachts vertrek ik dan. Echt? En dan ben ik 8 uur 's ochtends daar. Dan ga ik even kijken, dan komt iemand mij ophalen en dan ga ik naar huis. Top of niet? Wat zeg je vrouw niet van? Wat ga je gek? Wat ga je doen om 2 uur 's nachts? Iedereen. Ga je wandelen met de buurvrouw of zo? Iedereen vindt mij gek. Dat maakt mij niet uit. Even de hond uit laten. Het leuke is, soms kom ik mensen tegen. Dus dan loop ik, laatst ben ik, weet ik veel, van Eindhoven naar achter in Weert gelopen. Maar dan loop je midden in de nacht op een dinsdagavond en dan komt er wel 2 jongens die komen terug van hun werk of zo. Die fietsen dan zo langs zo. Yeah. Een bospad ergens in de middle of nowhere en dan zo. En dan hoor je zo, hè? Zelf, hè? Yeah. En dan keren ze om, hele Fuente, wat doe jij hier? Maar echt, iedereen begint dan, wat doe jij hier? Yeah. Niemand begint met hele, iedereen, wat doe jij in godsnaam hier? Zeg ik, ja maat, ik ben 40 kilometer aan het lopen. Ben je niet goed of zo? En dan allemaal mensen in de auto zo, moet jij lift hebben? Zeg ik, nee, ik loop vrijwillig. Oh, maar dat is wel lekker, jongen. Dan kan je precies wat ik je ben zegt. Wel echt fit voor ook gewoon het seizoen. Ja. Ik kan 3-4 shows op een dag 400% geven en dat doet me niks. En dat vind ik wel belangrijk. Hey, een nieuw nummer, Ratata. Dikke. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem top. Ik heb hem gehoord. We mogen hem niet aandoen, want dan worden we weer gecanceld door YouTube. Maar YouTube. Er zit weer lekker. Hij is goed, hè? Mooi. Ik vind die hoge toon altijd mooi bij jou. Dat had je toen ook met I Want You. Ja, yeah, I Want You. Hij is super catchy. Ja, zeker. Dit wordt weer een dikke, hè? Ja, dit wordt een dikke, ja. Tweede officiële top 40 hit, hè? Dat is echt lijp, hè, maat. Ja. Met een danceplaat, hè? Ja. Dat is echt lijp, maat. Goh, hey, en die eerste, dat was I Want You. Maar die draaide dan andere DJ's al op Tomorrowland en zo, ja. Dus ja. Toen was hij nog niet eens bekend op de radio, toch? Ja, klopt. Ja, dat is ook zo, een ding. Je bent goed. Ik denk, ik ga lekker met jou een rondje lullen, maar jij hebt helemaal huiswerk gedaan. Ja, tuurlijk, jongen. Vannacht tot diep in de nacht, gewoon allemaal stats. 11:30 word ik moe, dan ga ik slapen. Zo, 11:30. Ja, maar dat klopt wel, ja. Ja. En dat is ook wat... Kijk, I Want You maakte ik in de periode, die kennen we hopelijk allemaal niet meer, maar tijdens COVID. Ja. Toen heb ik even gezegd van, oké, ik stop even met alles, alle muziek, alle dingen die we hadden. We gaan even helemaal terug naar waar we mee bezig zijn. We hebben €100.000 uitgetrokken voor gewoon echt studiodagen, goede sessies, goede muzikanten erbij. Gewoon, ik zei, ik ga zo dik even investeren in de goede sound vinden. In die periode heel bijzonder natuurlijk, want tijdens COVID, iedereen trapte op de rem en wij trapten vol het gas in. Ja. Ik ging mensen erbij aannemen, ik ging mijn eigen label beginnen, omdat ik dacht, als het straks open gaat... Alles begint weer, dan gaan wij zo'n gas geven, daar wordt iedereen bang van. Ja. Ik had geen idee dat 1,5-2 jaar zou duren. Nee. Dus al mijn geld, alles ging er doorheen, want ik betaalde iedereen door, iedereen die bij mij werkte. Ja. Ik zei, nee, ik betaalde iedereen door, maar ik dacht een maandje, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Op een gegeven moment dacht ik, oh maat, het gaat helemaal mis. Toen zaten we in de studio en toen kwam dat... I want you forever. En toen zei ik, dit is een pre-drop, maat. Dit ga ik niet als drop doen, maar dit ga ik voor de drop zetten. Dus de drop is zeg maar het moment dat de plaat losgaat. Ja. Maar ik zei, ik ga dat ervoor doen. Dus ik ga... Dat die dan... Ik zei, ja Job. Jezus Christus. Wat ga jij nou weer doen? Dit werkt niet. Ja, nee, moet jij opletten. Nee, dit werkt niet. Ik zeg, maat, stadions gaan dit doen. Ik geloof het heel erg niet. Ja, ik hoorde iets in die plaat. Voelde al, ja. En op een gegeven moment gingen steeds meer mensen ook om me heen van, ja, maat, dit is zo dik. En toen hadden we tijdens COVID hebben wij heel veel dingen gedaan.
Dus quarantaine, heel veel dingen ondernomen. Mm. Voor de mensen, op alle radio, alle tv, iedereen die mij belde, die mij nodig had voor iets, ja, wij waren daar. Ben je gegaan, ja. Dus je had heel veel goodwill, maar ook heel veel zichtbaarheid, ja, tijdens COVID nog gepakt. Want je had tijd ook om dat te doen. Ja, precies. Ja, ja. En ik zei ook elke ondernemer, iedereen die een of ander zitfeest met gebakken pinguïns wil doen, het maakt mij niet uit, ik ben daar en ik hoef er niks voor. Nee. Nu moeten we even samen die scene in leven houden. Hey jongen, ik stond overal. Ik stond op een zitfeest voor 20 mensen aan een staantafel met 4 meter ertussen. En dat je dacht, waar gaat de wereld naartoe? Maar wel dat je dacht, ja, iemand probeert iets, ja, ik help hem. Mooi. Maar toen kwam I Want You, op het moment dat COVID voorbij was, toen zei ik, en nou moeten we die plaat gooien. Nu. Eigen label, dus zelf uitgebracht, ja, met eigen mensen. Ja, en dan 4 weken nummer 1 hit, maat. Je weet niet wat er dan gebeurt, ja, hoor. Geweldig, hè? Hij ging helemaal op Spotify door het plafond. Ja. Shazam door het plafond. Iedereen draaide. Toen kwam radio. Toen op een gegeven moment belde Domien mij van de top 40. Van ja, Job, proficiat. Ik dacht, proficiat? Ja, je hebt de officiële top 40 hit. Met een danceplaat. Zo, wow. Mooi. En dan bab. Ja, dat seizoen was gewoon de plaat van de zomer natuurlijk. Ja, ja. En ook echt mijn sound. Want het voordeel van I Want You La Fuente is, die kan ik dus op Vrienden van Amstel draaien. Ja. En Tomorrowland Mainstage. Klopt. Snap je? Ja. Dat is de La Fuente sound. Dus ik was helemaal happy. Alleen wat we in het begin van het gesprek al zeiden, succes is verslavend. Ja, ja, dus je nu je eerste nu, reactie, ja, is, die ga ik, ja, nog inmaken. Ja, ja. Die moet ik nu. Dus je gaat beter veel, doen dan die eerste. Je gaat heel veel druk opleggen, terwijl jij hebt een tering dik ding gemaakt. Super veel succes, ja, maar je kan er op dat moment niet van genieten, omdat je enige reactie is, dit moet ik nog een keer doen, ja, en nog beter. Ja. En dat is wat ik bedoel met verslaven. Dus ja. Op een gegeven moment word je heel lelijk. Ja, ja, toen, het lijkt dus een beetje van arrogant ook. Weet je wel, dan ga je gewoon van, moet er nog in. Ah, dit moet veel beter. En dan Job, hij staat één week op nummer 1. Dik, maar we moeten nog een week proberen. En op een gegeven moment denk je, hè? Dus op een gegeven moment merkte ik ook tijdens de toeren, zei ik ook tegen het team, van wij moeten even gewoon ervan genieten. Ja. Ik moet gewoon af en toe lekker naar die stats kijken en lekker naar die DM's en naar die mensen en die reacties en dat lekker, ja, tot me nemen. Ja, ja, dat vergeet je. En dan op een gegeven moment kom je erachter van, tering maat, die gaat zo lekker. Ja. En ook in de studio, alles losgelaten. Weet je, niet van, moet je het daar moet. Zetten gewoon? Ja, hier is goed. Gewoon van, niet van, het moet nog een keer, maar gewoon chill. En dan op het moment, ja, hij is vrij. En dan het grappige is, op het moment dat je het loslaat, ja, komt hij. Ja, 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 ja. Toen was ik, ja, dus 40 kilometer aan het wandelen. En toen zat ik. En toen dacht ik, fuck maat, dit is weer zo'n hoek. Zo'n verslavend dingetje. Ja. En toen kwam ik op een vokaal. Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, wajo. En dan de studio. Maar hoe kwam je dan daar aan? Ja, daar kwam die tekst. We hebben 100 tekstschrijvers gehad. Mm. Op die plaat. 100. Niet normaal. En ik kreeg, alles wat we binnenkregen was leuk, maar niet voor die plaat. Het was niet wat ik wilde. Ja, het lijkt nou net of ik, fuck, ja, ik ben ook wel heftig op sommige dingen, maar het was niet wat ik wilde. Dus de hele tijd dacht ik, dan krijg je iets binnen en denk je, oh please. En dan drukte hij op play en dan hoorde je die plaat. Dacht je, ja, en dan begon iemand te zingen of zo. En dan dacht je, nee, dit bedoel ik niet. En op een gegeven moment zei iemand van, stuur een voice note, duidelijk wat je bedoelt. Ja. Want alles was veel te veel zang en veel te veel, oh yeah, want you with my win and win. Dacht ik, ja, nee, man. En toen dacht ik, oké. Dus toen maakte ik een voice note naar iemand. Zei ik, oké, luister. Die plaat die draait om die pre-hoek. Daar gaat het om. Dus every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. Ja. Zoiets moet het zijn, van het maakt mij ratata, ik word een ratata. Ja, ja, ja. Every time I hear the song, en dat was ik dus aan het sturen. En toen dacht ik, het is echt tering dik dit. Uh-huh. Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. All the people bounce around, it makes them wanna go ratata, ratata. Toen dacht ik, niet sturen, cancel. Ja, zelf houden. Cancel. Toen gingen we naar de studio, had ik een paar mensen daar. Toen zei ik, oké, jongens, luister, ik heb een idee. Als het dom is het dom. Als het dik is, moet je het ook zeggen. En dan sta je dan zelf, hè. Ga ik achter de microfoon staan, maat. Oh, je hebt fucking kwetsbaar, ja. Want je denkt, ik ga dit nou doen. Ik vind het een goed idee. Maar als dadelijk 6 man daar zitten en die zeggen, joh, dit is echt zo gay dit. Of dit is echt zo dom. Dit kan echt niet. Dan sta je super voor lul natuurlijk. Maar ik dacht, ja, ik doe het gewoon. Dus ik zo, oké, komt-ie, hè. Oké, zet maar aan. Komt telefoon zo. Oké.
Every time I hear the song, it makes me wanna go ratata. Dus ik keek zo en zo. Oh, dit is dik, maat. Ik zo, oké. Ik ging me opnemen, terugluisteren. Hoor je eigen stem, is sowieso altijd kut. Ja. Oh, erg, hè? Oh. En toen op een gegeven moment zetten ze het aan. Zei ze, ja, dit is dik, hier moeten we iemand voor zoeken. Nou, toen uiteindelijk hebben we Anna Rose Clayton. Mega talent in Nederland. Superleuke chick. Helemaal die vibe. Gouden tanden, helemaal ruig. Die heeft echt die... Ja, je hoort hem. Hebben haar gebeld. Kan jij nu komen? Was s'avonds om 10 uur of zo. Oh ja hoor. In die wereld leven wij natuurlijk. Ja, jij niet meer. Nee, je ligt om 11:30 in bed. Ja, 11:30 slapen. Maar mij kan je gewoon om 11:30 nog bellen en dan ben ik er. Ja, ja, ja. Dus die kwam naar de studio en die opgenomen. En zij voelde hem helemaal. En toen stond hij erop. En toen wist je gewoon, ja man, dit is die kers op de taart. Of die kers op je appelmoes bij Van der Valk. Of je weet je wel. Ja. Ik denk, dit is hem. En toen zei ik, oké jongens, strik erom. Eruit dat ding. En nou, ja, maat, die gaat helemaal door het plafond. Oh. En wat staat hij nu? Weet je dat? Wanneer wordt hij uitgezonden? Dinsdag. Dinsdag, oké. Okay. Moet je nog een keer vragen, waar staat hij nu? Waar staat hij nu? Nou, vrijdag ben ik gebeld door Domien dat het dus de officiële tweede top 40 hit is. Nee, die we te pakken hebben. Vist dit wel. Ja, dankjewel. Ja, en dat is dik met een danceplaat, hè? Ja. Het is geen plaat die je echt maakt voor de radio. Het is gewoon een plaat die je maakt voor hele brede niche. Voor radio, maar ook voor Tomorrowland. Festival, ook voor. Ja. Dus dat is zo dik. Mooi, hè? Ja, dat dus, is dus je hebt toch weer dat gehaald, die perfect. Wij gingen binnen 2 weken Shazam nummer 8. Dus op nummer 8, meest geshazamde plaat van Nederland in die lijst. En dan de viral sta je nou in. Ja, maat, nou gaat het gewoon. En het seizoen moet nog beginnen. Ja. Volgende week Koningsdag, al die dingen komen eraan. Heb je 5 optredens, hè? Maat, ik slinger die handel even aan. Groningen? Ja, maat. Ja, om 12 uur s'nachts begin je daar. Ja. En dan moet je, de hele nacht door. Ja, en dan 10 uur s'avonds ben je klaar. 1200 kilometer rijden op zo'n dag. Oh, man. En dan 5 shows. En dan 5 shows. 200%. Iedereen bij wie je opkomt, die heeft niks te maken met dat je al 4 shows hebt gehad, snap je? Dus die willen 400%. Tuurlijk. Dus die energie moet je weer... Maar dat heb je wel. Van Champions League, maat. Was gezellig, man. Dankjewel, was leuk. Leuk. Ik heb genoten, een lekker autootje. Ja, vind je een lekker autootje? Ja. Ja, ik vind een hoge auto lekkerder. Hij staat jou wel goed. Ook lelijk. En wanneer ben je teruggekomen, Curaçao? De...